Een kleine polykliniek bood voor Nieuw-Guinea. Door CIMAVI, de Vereniging voor Medische Hulp aan Tropenland, geschonken, werd in Zaandam te water gelaten. De doop van het scheepje werd verricht door mevrouw Royer, de echtgenote van de voorzitter van CIMAVI. Keurig netjes en met belangstelling nagestaard door de aanwezigen, liep het schip uit de rails. De dokter G. Royer is bestemd voor medisch werk op de Raja Empat-eilanden bij Nieuw-Guinea. Dankzij de bijdragen van het Nederlandse publiek heeft de vereniging de bouw kunnen bekostigen. Met een zeewaardige polykliniekboot van dit type zal de medische verzorging van de eilandengroep, waarop veel malaria voorkomt, bijzonder gebaat zijn. De achterkajuit is ingericht voor de behandeling van patiënten. Behalve enkele bedden is er een tafel voor kleine operaties. Het schip dat een geringe diepgang heeft, krijgt van zijn twee motoren een snelheid van 15 km per uur. Een snelheid waarmee het in Zaandam op eigen kracht het eerste deel van zijn reis naar Nieuw-Guinea begon.